Zijn jullie al uitgelachen? Nou, ja, jullie misschien wel, maar ik nog niet hoor. Nee. Over die Hugo de Jonge. Ja, over dat die ging even anders rekenen. Ja, nu heeft dus daar een paar stelletje briljante rekenmeesters zitten daar. Op het ministerie van Volksgezondheid. En ja, die kwam een beetje onder vuur natuurlijk. Veel te weinig prikjes uitgedeeld. Dus die dacht, weet je wat we doen? We gaan die cijfers eens even een nieuwe waarheid geven. Ja, dat is het gewoon. Dus, wat gebeurt er? Van 200 vaccinaties ging het in één klap naar 300.000 en nog wat. Ja! En klaar. Klaar was Kees. En ze, oh ja, we hebben ineens 100.000 vaccinaties hadden ze gevonden. Nou, daar moet ik nu nog steeds om lachen. Want het is... Ja, want ik denk, oh, we gaan dus heel anders rekenen in Nederland. We krijgen een hele nieuwe rekenmethode. Dat is wat er aan de hand is nu in Nederland. Dus... Ik heb natuurlijk gelijk ook even gebeld met de jongens van mijn... Ik krijg tegenwoordig, ja, ik heb AOW. Dus ik heb die jongens gebeld. Ik zeg, moet je luisteren, als jullie daar op die ministeries en bij het kabinet heel anders gaan rekenen, zeg maar een derde erbij gelijk, dan heb ik... Hoe is het met mijn... Volgens mij krijg ik ook meer AOW. Nee, meneer Vermegen. Zo zit het niet. Ik zeg, nou, zo zit hij wel, hoor. Dit is methode de jongen. Ja, gewoon even een beetje... Dat is het, zeg maar, het nieuwe rekenen. Het is natuurlijk niet meer... 2 plus 2 is geen 4. Dat moeten we vanaf nu goed onthouden. Dat bestaat niet meer. 2 plus 2 is absoluut geen 4. 2 plus 2 is 6. Dat is wat we moeten onthouden. Want dat had ik van de week ook even. Ik sta in de winkel hier in Spanje. En normaal koop ik daar dan 12 eieren voor 3, 4 euro. Dus ik zeg tegen die gozer. Ik zeg, nee, ik wil geen 12 eieren. Ik wil er 18. Ja, nee, maar dat kon natuurlijk niet. Ik zei, nou, in Nederland rekenen we zo tegenwoordig. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan begrijpt die Spanjaard helemaal niks van. En met voetballen natuurlijk ook. Ja, dan krijg je hele andere uitslagen. Nee, het was het, nee, was het 3-1? Nee, het was 5-1. Oh, het was 5-1. Ja, maar we rekenen nu anders. Nou jongens, het is werkelijk... Hé, hey, ik weet niet wat jullie gaan doen. Maar ik ga nog even door met lachen.